Zo, welkom terug allemaal. Een tijdje geleden, begin dit jaar, ben ik op het auto- en motorsalon gaan fotograferen. En dan heb ik mijn ervaring hier gedeeld rond de 10 tot 24 zoomlens die ik gebruikt heb. Ik was niet echt helemaal overtuigd van die lens voor die toepassing. Dan dacht ik, ofwel moet ik met de 23 mm ofwel moet ik met de 16 mm prime lens werken, maar niet meer met de zoomlens. En nu had ik dit weekend toevallig de kans om opnieuw motoren te gaan fotograferen. Dit keer in Wieze op een retrobeurs eigenlijk, voor oude motoren en stukken. Eigenlijk was het een soort van rommelmarkt, toegespitst op motoren, op onderdelen voor brommers, motors, Vespas, noem maar op. Het thema was BMW, maar er stond veel meer dan BMW alleen. Er stonden ook heel veel, dus naast alle stukken, stonden ook heel veel motoren. En ik ben dit keer dus met de 16 mm gaan fotograferen. Ik ben vertrokken met de 16 mm. Ik had ook de 23 mm terug mee als backup, maar ik heb die opnieuw niet bovengehaald, niet gebruikt. En ik weet dat 23 mm werd, daar heb ik een tijd terug het auto- en motorsalon al eens mee gefotografeerd. Of toch met de 27 mm was dat, maar dat is een klein verschil. En daarvan weet ik nog dat je soms niet ver genoeg achteruit kunt om een motor volledig in beeld te brengen. En nu met die 16 mm, dat is eigenlijk ideaal. Dat is echt, als ik een lens kan aanraden voor op beurzen en dergelijke meer, ik zou die 16 mm aanraden. Je kunt de motor met gemak volledig in beeld krijgen. Je kunt, als je dat wilt, ook dichter gaan op je onderwerp. Het enige waar je een klein beetje moet opletten is dat je geen belangrijke onderdelen van je onderwerp in de hoeken van je beeld zet, omdat je toch wel een klein beetje vervorming krijgt in de uiterste hoeken. Prachtige lens, super scherp. En je kunt zelf macro's, echt 1-op-1 is het niet, maar een soort van, je kunt geen 1-op-1 vergroting bekomen. Je kunt wel heel dicht op je onderwerp gaan en je hebt heel weinig scherptediepte door die, of toch beperkte scherptediepte voor een breedhoeklens. Met die 1.4 je kunt eigenlijk prachtige dingen fotograferen. Ik denk voor auto's en voor motoren en voor beurzen en dergelijke meer is de 23 mm geschikt als je alleen maar kleine onderwerpen fotografeert. Maar als je ook grotere dingen fotografeert, zoals motoren en auto's, dan zou ik de 16 mm aanraden. Voor de rest was een leuke beurs. Speciaal volk ook tegengekomen. Heel weinig vrouwelijke personen, bijna allemaal mannen. En heel veel mooie motoren gezien. Er stond zelf één 90. En als je die nieuw koopt, is dat 17.000, 18.000 euro. Als je online kijkt op autoscout of zo en je zoekt op BMW R19, dan betaal je nog. De goedkoopste staan denk ik 14,5 of zo. En het is winter momenteel. Ja, het wordt al iets beter weer, maar het is nog altijd zeer koud. Dus je zou denk ik dan de prijzen op het dieptepunt staan. Maar dan daar op die beurs staat daar plots een 90 voor 12.000 euro. Ik heb geen kilometerstand of zo gevraagd, maar dat leek mij wel een koopje. En veronderstelling dat die in orde is. En zeker als je dan vergelijkt met veel van de klassieke motoren die er stonden, zo R80, R90's, maar echte oude BMW's. Er stond dan wel altijd een fiche bij van volledig gerestaureerd, volledig gereviseerd enzovoort. Maar daar betaal je, dat waren prijzen van 7.000 euro en meer voor eigenlijk hele oude motoren. Voor 7.000 euro koopt een nieuwe Honda of Yamaha, een nieuwe Japanse motor. Er stonden ook heel veel brommertjes. Het was zeker wel de moeite. En nu en dan zag je wel iemand met een motor buiten rollen. Dus ik denk wel dat er ook effectief motoren verkocht zijn. Je zult zien dat ik de motoren gefotografeerd heb. Maar dat ik ook een beetje geprobeerd heb om een soort van straatfotografie-achtig iets erin te verwerken. Door ook foto's te nemen van de mensen. Het gemakkelijke aan zo'n situatie, en dat is eigenlijk vergelijkbaar met een marktsituatie. Dus als je aan straatfotografie doet dat je zoekt een gemakkelijk onderwerp, dan denk ik dat een markt wel een gemakkelijk onderwerp is, omdat de mensen allemaal samenkomen. De marktkramers en de klanten gaan met elkaar praten, wijzen naar wat dan ze willen en dergelijke meer. Dat kan een interessant moment opleveren. En het gemak is eigenlijk, meestal hebben die mensen een conversatie van een paar minuten, dus ze zijn eigenlijk een bepaalde tijd met elkaar bezig om uit te leggen wat dan ze willen kopen en wat de prijs is. Dus al die tijd heb je om eigenlijk een leuke foto te maken. Zo, dat was het. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.